18 februari. Wij zijn bezig met de aanleg van de HST spoorlijn. En jammer genoeg zou de bedding van een trein recht door dit gebied lopen. Ik ben bang dat ik uw boerderij helemaal moet laten onderspuiten. We zullen nu moeten onttekenen. Als je daar eens wilt tekenen. Ach, rustig. Jullie nog steeds stil worden, dat kijk met hier, die kameraad, die dan door mijn muren. Stop dat we net gaan, want ze gaan straks stil van de leers. Ja, dan gaan we stil. Wat wordt gestopt. Tja, een ongeluk komt nooit alleen, zeggen ze. Maar gelukkig schijnt toch nog altijd de zon. Nalezen over de polderboerderijen uit Kambat in